ECMO is een soort van hartlongmachine die je kunt gebruiken om longfalen te ondersteunen of hartlongfalen te ondersteunen. Het grote voordeel van zo'n ECMO is dat je de longen of het hart kan laten rusten. Normaal gesproken, tijdens een normale intensive care behandeling en iemand is niet te beademen, moet je extra veel moeite doen, extra veel kracht zetten op de long om er toch zuurstof in te krijgen. Nu kun je de long volledig laten rusten, laten genezen, terwijl de hartlongmachine zijn werk doet. Ik zelf vind het heel erg leuk om die ECMO-patiënt te verzorgen, omdat het echt een nieuwe kijk is op het beademen. Een hele dikke canule gaat het bloed uit de patiënt, gaat het hier in de pomp, naar de kunstlong, de oxygenator waar zuurstof erin gaat en CO2 eruit. En dan gaat het via deze slang terug naar de patiënt. Dit is geen apparaat wat in alle ziekenhuizen staat. Het staat met name in ECMO-centra. En Terasmus is een van de grootste ECMO-centra in Nederland. Mensen die in het eindstadium zijn met ziektes zoals een fibrose, die moeten wachten op nieuwe longen, longtransplantatie. In die periode kunnen mensen met de ECMO wakker zijn, niet aan de beademing, en met een ECMO lopen. Nou ja, en dat is echt wel... Ik vind dat heel leuk om te zien en heel goed om te zien dat die ontwikkeling zich zo voordoet.